10 seconden. Oh! Help! Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Welkom bij een nieuwe video van mij. Ditmaal spelen wij Realm Royale. Dit is een spelletje van de makers van Paladins, geloof ik. En dit valt ook onder het Battle Royale genre. Ik heb nog niet echt veel potjes gedaan. Vandaar dat mijn rating ook brons 4 is. Dus ik ben benieuwd wat we ervan kunnen bakken. Oké, in dit spel moet je dus ook kiezen uit 5 verschillende classes. Ik ga voor Assassin. Oké, nu zijn we aan het vliegen. En de cirkel is hier al vast. Ik kan bij Underpass landen. Ik kan bij Northport landen. Ik kan het ook gewoon allemaal niet doen. Ik zie hier op zich wel een geinig hokje. Waarvan ik zit van, nou, daar kan ik wel wat mee. Ik weet niet of dat uiteindelijk een succes zal zijn. Aangezien dit valt een beetje buiten de grote stad. Northport zit hier. En daar zal het ongetwijfeld heel druk worden. En ik verwacht niet dat het hier al te druk wordt. Oké, we landen. We gaan kijken. Ik zie 1 kist. Dat is goed. Met een crossbow en een rifle. Very good. Deze disenchant ik. Ik heb eigenlijk 2 single fire weapons op het moment. Dus ik wil eigenlijk nog iets van een shotgun of een revolver. Dat mag ook. Dan hebben we hier een kist met potions. Dank u zeer. Maar daarvoor moet ik armor hebben. Want anders schiet het ook niet echt op. Oeh, een zwaard en een shotgun. Ik ga toch voor de shotgun. En deze disenchant ik dan wel. Want met die shards kan je uiteindelijk dan weer speciale dingen maken bij een forge, heet dat geloof ik. Alleen die forge is niet in de buurt hier, dus dan kan ik moeilijk even het voorbeeld laten zien. Je hebt ook mounts, kan je lekker rondrennen. Gaat het wat sneller. Oeh, kijk hier, een ability. Yes. Je hebt ook abilities. Ik zal het wel even laten zien. F is voor mij blink. F is meestal bij je class gebonden een ability voor mobiliteit. En dan kan je nog 3 en 4 kan je vullen met abilities die je door de map heen vindt. Maar wij gaan eventjes langs de rand lopen richting Northport. Oké, ik weet niet hoeveel mensen hier zijn, dus ik moet een beetje oppassen. Ik zal wel even afstappen. Dat paard maakt echt een denderende herrie als je aankomt lopen. Oké, dat is mijn volgende ability. Hier is het wel al geloot, maar niet helemaal. Kijk, bijvoorbeeld dit ding is nog gewoon, ligt hier gewoon ter opruimings. Oké, sensorbommetje. Dat is vanzelfsprekend wat dat doet volgens mij. Als je die in een locatie gooit in de omgeving, wordt dan bekend wat voor figuren daar zitten. Dat is handig voor als je niet helemaal zeker weet of er enemies in de buurt zijn. Kan je die werpen en dan heb je wat meer zekerheid. Smokescreen, dat is ook wel een leuke. Oh my god. Dat is niet hetgene wat ik wilde doen. Hetgene wat ik wilde doen was dit. Zo. Smokescreen is een invisibility bommetje. En dan weten mensen even niet waar je zit. Op deze manier. Kijk, dan word je even invisible. Nou, heel leuk. Dan weten we dat ook weer. Oeh, schot. Daar ook? Nee, daar ergens. Wel, lastig. Ik hoor het wel. Het zit een beetje hier zo. Hallo. Daar is een kist. Willekeurig. Daar is ook nog een kist. Ik weet niet waar de personen zijn. Ik weet niet of dat voetstappen boven zijn of buiten. Klinkt als buiten, I guess. Hier zo. Lastig dit. Oh my god. Oh my god, ik ben bijna dood. Ik zat te gefocust op een andere persoon. Even health potions gebruiken. Anders ben ik heel gauw dood. Ik heb ook nog helemaal geen armor gevonden. Super kut. Volgens mij zag ik een persoon daarbinnen. Yep. Rampie. Au. Hop. Woep, 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 woep. Oké, hij zit hier. Oh my god, hij heeft me. Help! Help! Ah! Nee! I need to survive. 10 seconden. Oh! Help!
Kom op, 5 seconden. 3, 2, 1. Oeh! Nice. Kom op. No. How is he not dead? He's dead. I gotta shoot his chicken, man. What? Got him. Woohoo. Eindelijk armor. Ghostwalk. Wil ik die? Ja, sure. Die wil ik in plaats van de sensor. Oké, okay, machine. Oeh, blink. Goeie. En breastplate. Een heirloom rifle. Maar die had ik al. Ja, ik moet even een forge hebben, want mijn, mijn dingetje is al vol. Mijn shards. Dus ik kan niet meer disenchanten. En er is hier een forge hier verderop, maar daarvoor moet ik even, voordat ik daar naartoe ga, dat is natuurlijk een wat populairdere plek, gebruik ik even wat health potions om mezelf wat vol te krijgen. En met dus armor, heb je dus een balkje erbij linksonder, waardoor je dus, meer HP hebt. Zijn er zoveel huizen niet geloot hier? Oh, hemeltje. Mensen binnen in de forge? Ja, ja. Hebben ze. Gaan we. Hebben ze. 1 keer. 2 keer. Let's go. Revolver, dat is wel een goeie. Die pakken we. Rest, ja, kan ik even niet gebruiken. Dat mijn shit natuurlijk vol zit. Waar is de oven ook weer? Oh ja, daar. Dan kunnen wij. Prepare forge. Class weapon gaan we doen. En we gaan class armor doen. Aan de buitenkant kunnen mensen zien dat er nu gebruik maar wordt gemaakt van de forge. Maar dat maakt op zich niet helemaal uit. Want ik heb wel een lekkere positie. Ik heb nog 1,5 minuut voordat de volgende cirkel eraan komt. Dus we wachten het eventjes af. Want je moet echt 1 minuut wachten zo'n beetje op die... op die dingetjes. Dan kan ik nu ook deze shit even disenchanten. En dan kan ik uiteindelijk weer andere troepjes maken. Want dan heb ik weer 125 shards. En dan maken we class ability er nog bij. Dat is mijn blink. Maar dan is hij, wordt hij nog beter. Waardoor ik hem vaker kan gebruiken. Oké, okay, gaan we. Gaan we. Dat is een sniper. Thank you. Die doe ik daar. En een helm doe ik daar. Heel goed. En dan kunnen we nu nog van de resterende dingetjes wat health potions maken bij wijze van. Het kost 1,5 minuutje. Oké, okay, dat is af. Die wil ik. En... oh, concussion bomb. Dat is wel een hele goede concussion bomb. Sure, die doe ik wel in plaats van de smoke. Want mijn 4 ability is nu invisibility. En dat is vergelijkbaar met de bom die ik eerder had. Oké, okay, we moeten naar de cirkel toe. We hebben 1 minuut daarvoor. Is genoeg tijd wat dat betreft. Ik kan nog wel even een health potion gebruiken om gewoon mijn HP helemaal af te tikken. Lijkt me misschien wel een goeie. Heb ik in ieder geval volledig HP als ik weer een strijd binnenin ga. Oh, kijk hier. Huppakee, nog weer health en armor potions erbij. 8 en 7. Pretty good, pretty good. Ik loot toch nog eventjes het een en het ander. Oh, ja, ik zie gewoon kistjes hier en daar. Ja, dat kan ik gewoon allemaal gebruiken, weet je. Voor het geval dat... oké, okay, hoe is de cirkel? Voornamelijk rondom Goblin Gulch. Er zijn nog 9 mensen over. Volgens mij is dat inclusief mijzelf. Dus... ja, we moeten het maar even aanzien. Ik bedoel, ik heb die sniper rifle. Dus ik kan wel afstand bewaren. Ik heb niet een al te denderend goede shotgun. Maar we doen het hier maar even mee. Volgende cirkel rondom Goblin Gulch. En hier zijn 2 huisjes waar volgens mij een loot erop gaat vallen. Of al is gevallen. Okidoki. Hartstikke idee. Open up. Oeh, oké. Okay. I'm gonna take the slurk rifle. Dan heb ik 2 legendary weapons. Oké, okay, ik heb dus nu eigenlijk 2 afstandswapentjes. Kijk aan, daar is een kist geland en daar is er ook nog 1. Als iemand uiteindelijk dat gaat pakken, kan ik zo... peng! Nou, het is maar goed dat ik die concussion bom heb gepakt. Aangezien, ja, ik heb geen shotgun meer. En met die concussion bom kan ik dus weer afstand creëren. Oh shit, die is geopend. What the hell? Heb ik geen eens doorgehad. Dan gaat die persoon waarschijnlijk straks voor deze...
Dus klimt hij daar straks omhoog. Lijkt me. Om die te pakken. Als hij weet dat die er überhaupt is hoor. Oké, de volgende cirkel is links van mij. Of tenminste recht voor mij, maar gewoon links op de map. Ja, ik weet niet. Ik heb deze positie nu ingenomen. Vind het eigenlijk wel een hele lekkere positie. Als de cirkel natuurlijk kleiner wordt, spring ik hier gewoon vanaf om er natuurlijk naar binnen toe te gaan. Maar voor nu blijf ik hier nog eventjes. Want ik heb echt een vermoeden dat gewoon in één van deze twee gebouwtjes één persoon zit. Oh, kijk. Dat was mis. Ik kende... Ja, bullet travel speed van deze sniper eigenlijk nog helemaal niet. Dus ja, dat wordt even oefenen. Oh, ja, daar gaat hij weer. Hij ging daar naar binnen. Nee, toch niet? Hij zit daar te klooien. Het is een hunter met een legendary bow. Het is in ieder geval de hero class. Oké, 3 players remaining. Ik weet niet welke er nu dood is. Of die nou? Nee, die niet. Wat ben je aan het doen? Hij loopt heel onbesloten. En dat huisje zit in de cirkel. Dus hij is gewoon zijn positie aan het versterken. Een beetje aan het verkennen. Ga anders lekker op die eerste verdieping. Ga daar maar gewoon even lekker zitten. Gewoon even naar buiten kijken of zo. Oké, de cirkel staat op het punt om kleiner te worden. Ik weet dat er daar een zit. Waar de andere persoon zit, heb ik geen idee van. Oh, daar. Oké. Dit kan interessant worden. Als die persoon die andere heeft gezien, kan dit een hele leuke battle worden. Is het voor mij nu raad om te gaan bewegen? Misschien dat ik me kan mengen in dat gevecht. Tenzij hij mij ziet. Nee. Hij is rond aan het springen. Die persoon daarbinnen heeft dus nog geen actie ondernomen om het vuur te openen op die persoon. Nu wel. Dat is 1 goede hit. 2200. Dat is iets wat weinig mensen kunnen overleven. Ik zag hem daar. Ik weet niet of die andere persoon nog binnen zit. Maar ja, ik ben meer een... Ik heb afstandswapens. Dus daar moet ik ook gebruik van maken. Ik kan niet zo gauw... Ja, ik zie zijn gun daar. Oh, dat is een goeie. We kunnen hem nu gaan afmaken als het goed is. Dat is hem. Nice. Oké. Er is nog 1 persoon over. Die zat daarachter. Die had ik ook heel goed gehit. Waar die nu zit, geen idee. Oh, hij gaat linksom. Denk ik. Dus ik zag hem daar. Misschien is hij wel naar binnen toe gegaan. Dat kan natuurlijk ook. Hallo? Shit, wat loopt die chaotisch. Kan ik niks mee. Hij zal het dan in ieder geval linkswijd omlopen. Oh my god. Ik neem het directe pad weer terug. Waar is hij? Hallo? Is hij daar nog? Blijkbaar. Oh, het is ook een assassin. Oh, goede poging. Ja, hij moet uiteindelijk deze kant op komen. Dus ik heb positie. Alleen hij heeft het randje. Zie je, hij kan over dat randje heen gluren. Ik aan de zijkant alleen. Dus dat is lastig. Party. Oh my god. Bijna. Je moet lopen, jongen. Bijna. Dat is 1 goede hit. Blink. Dat is ook een goede hit. Shit. Oh my god, hij heeft mij. Hoezo heb ik hem niet? Help. Help. Ik snap niet hoe ik hem had. Ik had, wacht, een sniper hit van 1100. Een bommetje hit en een schot met mijn gun. Really? Hoeveel HP had hij? What the fuck? Dan moest hij echt gewoon super goede armor hebben. Want hij kan echt niet meer dan 300 HP nog over hebben. Nou ja, hoe dan ook. Dat was in ieder geval Realm Royale. Vond je het geinig? En wil je er graag meer van zien? Laat het dan weten door middel van een duimpje omhoog of een reactie. Wil jij toevallig nog 2 andere video's van mij zien? Druk op de knoppen naast mij en dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!